Tweede Zit, de serie met Veo en met Veo. Drugs. Vandaag ga ik mijn ongezouten mening geven over de serie Tweede Zit. Het eerste grote probleem met Tweede Zit is dat het zich afspeelt in Antwerpen. Nee, niet in Leuven, niet in Gent, hel, zelfs niet in de VUB. Sorry hoor, maar als ik aan Antwerpen denk, denk ik aan de Antwerpse gaven, waar dat heel veel cocaïne geïmporteerd wordt. Aan de Zoo van Antwerpen, de maffia, maar het laatste waar ik aan denk, dat is studenten. Eerst worden we geïntroduceerd tot twee personages, Lotte en Lucas, die met elkaar aan het zijn. En eigenlijk elke neukscène dat je in deze serie ziet, is gewoon awkward om naar te kijken, want je ziet gewoon niets. Soms zie je een kleine nipslip of een kont, maar voor de rest zie je helemaal niets. Nadat Lucas en Lotte flink op en neer zijn gegaan, horen ze iets door een box. Het zijn namelijk neukgeluiden van hentai. In een kamer naast hen is een ander personage, Sam, aan het fappen op hentai. Haha, fucking hilarisch. En ik snap gewoon niet hoe dit kan gebeuren. Hoe kan je naar fucking hentai kijken terwijl dat je nog verbonden staat met een computer, by the way, met een box die in de living staat? Hoe kan dat? Allee, dan moet je dat toch expres doen. Even daarna gaan Lotte en Lucas naar de Unief, of ja, naar de hogeschool, weet ik veel wat de fuck dat ze doen. En dan komen ze leden tegen van de studentenclub Virtus. Ze scannen een QR-code en ze zien eigenlijk dat het, ja, zo'n fucking kutstudentenclub is, waar dat het alleen maar om drinken draait. Waarschijnlijk hebben ze dat erin gestoken om gewoon een statement te maken tegenover het feit dat studentenclubs kut zijn en dat ze heel hard over hun grenzen gaan. Dan gaat Lotte naar de les. Lotte krijgt koffie over haar heen gemorst, for some reason. Ze gaat het even afkuisen en het gevolg is dat ze te laat is in de les. Dan komt ze binnen, dan vraagt ze even duidelijk aan de prof, is dit communicatiewetenschappen? En die prof antwoordt, ja, ga maar gaan zitten. Sorry hoor, maar als ik prof zou zijn en iemand komt te laat in mijn les en komt dan vervolgens mijn les nog een keer verstoren, ik zou gewoon keihard buiten schreeuwen, man. Wie is er nu te laat op een eerste dag les. En als je al te laat bent, dan zou ik gewoon heel sneaky op een stoel te gaan zitten en zo weinig mogelijk mensen proberen storen. Dan heeft de prof nog een keer een opmerking in de geest van, ja, mensen die de livestream meevolgen, ja, die waarschijnlijk in een bed worden blijven liggen. En dit is iets wat eigenlijk alleen gebeurt in onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld een staking van de trein of corona, dan wordt een les gelivestreamd. Op een normale lentedag, of ja, eigenlijk op een normale zomerdag, worden lessen niet gelivestreamd als iedereen er kan geraken. Tenminste, 9 van de 10 proffen doen dat. Dus dat is ook al iets fucking onrealistisch waar ik mij gewoon zodanig aan stoor. Daarna is er een gathering van ja, alle kotgenoten tezamen. We hebben al kennis gemaakt met hentai-fappende Sam, met stoerdoenende Lucas, Lotte. En vervolgens worden we nog tot 3 andere personages geïntroduceerd. Namelijk Amy, wat echt een arrogant wijf eerste klas is. Noor, wat ook echt een arrogant wijf, maar dan tweede klas is. En dan komen we nog een keer Nico tegen. Zo'n non-binaire persoon die denkt dat er 265 genders zijn, want LGBTQ plus matters. Do you understand that? Ineens spreken ze af om een kotvuif te geven. Het is nog niet eens het einde van het jaar, maar oké. Deze serie focust veel meer op wat er aan het gebeuren is, meer dan waarom het aan het gebeuren is. Hoe komen deze 6 personages met elkaar op een kot? Oké, Lucas en Lotte, dat begrijp ik, want die hebben al een relatie in de middelbare school. Amy en Noor snap ik ook, want dat zijn gewoon 2 arrogante bitches. Maar dan heb je nog Sam en Nico. Sam is een volledige tegenpool van iedereen die op dat kot zit. Nico basically ook. Hoezo zijn deze personen ooit samengekomen en op het idee gekomen om samen een kot te gaan huren? Vervolgens gaan de vrouwen en Nico op café en zitten ze even te discussiëren of dat Lotte al dan niet een open relatie zou moeten hebben om, ja, seks te hebben met andere gasten. Want dat is ook o zo normaal en dat is ook zo gezond in een relatie. Uiteindelijk heeft Lucas Lotte kunnen overtuigen om toch naar de studentendoop van de eerder besproken Virtus te gaan. Dan is de studentendoop bezig, er wordt stront over hen heen gegooid. Met de muziek erbij klinkt het gewoon alsof het D-Day 2.0 is. Het is echt zo traumatisch. Het is totaal niet overdreven met die muziek of zo. Want ja, eieren en stront over hen heen gekapt krijgen is echt zo erg. Maar uiteindelijk gebeurt er iets heel erg. Lotte wordt bij haar tetten gepakt. Dan komt de leider van de studentendoop. Hij kikt de tetten aan.
aanraker. En dan mag Lotte naar huis gaan. Lucas wil blijven. En dan hebben Lucas en Lotte een discussie over wat normaal is en wat niet normaal is. En ze hebben deze scène er volgens mij ook gewoon expres ingestoken om gewoon weer een statement te maken over het feit dat studentenclubs kut zijn. Daarna hebben de kotgenootjes een kotfeest. Sam probeert vrouwen te versieren. Ineens is de tettenaanraker er ook. En ja, Lotte wordt even heel boos op Lucas. Opeens betrapt Lotte Lucas op het kussen van een andere vrouw, waardoor Lotte direct revenge wil nemen en eigenlijk Nico kust. Morgen daarna hebben Lotte en Lucas dus een dikke ruzie over wat de avond voordien gebeurd is. Daarna komt Noor bij Lotte een beetje stoken over het feit dat ze een open relatie moet hebben. En ja, je weet al wat voor soort persoon Noor is, dat gaan we straks ook terugzien, haha. Lotte zit nu weer in de les. Op een gegeven moment heeft ze er geen hoesting meer in. Ze gaat ineens naar huis en ze vraagt aan haar buur of dat die op kan staan zodat Lotte eruit kan. En dit is eigenlijk een fenomeen die ik zo hard haat, want als je in de les zit, dan ga je pas uit de les als de les gedaan is. Waarom doe je dat? Zodat je geen andere studenten stoort met jouw komen en gaan. Ik denk dat dat niet meer dan logisch is, maar ja, sommige mensen die vinden dat ze zodanig geprivilegeerd zijn, dat ze gewoon in de les mogen komen en uit de les mogen gaan, wanneer ze dat willen. Lotte is zo geil dat ze opzoekt op Google hoe haar seksleven opgespiced kan worden. Dat is dus de reden waarom ze uit de les is gegaan. De conclusie is dat haar seksleven belangrijker is dan haar studies. Ineens gaat Lotte naar de bibliotheek, want ja, dat is natuurlijk ook weer zo logisch. Ze gaat uit de les weg, maar ze gaat wel naar de bibliotheek om te studeren. Ineens komt ze Noor tegen, die op een of andere Chatterbait-achtige website zit. Het enige verschil met Chatterbait is dat het daar alleen berichten is. Waarom zou je betalen om berichten te krijgen van iemand die zogenaamd een geil meisje is? Dat kan ook gewoon een man zijn die erachter zit. Ineens moet Noor als de arrogante bitch die dat zij is naar het toilet. Ze vraagt aan Lotte of ze dat wil overnemen. Lotte zit een paar hete berichten te sturen. We zitten nog steeds in de bibliotheek, by the way. Deze mensen kennen echt geen schaamte. Achteraf, als Noor gaan pissen is, vraagt ze aan Lotte of ze er een beetje van genoten heeft. Ik weet niet hoor, maar als ik van een vriend hoor dat hij net iets gedaan heeft met iemand anders, dan ga ik niet vragen van, hey, was het leuk? Nee, dan ga ik gewoon zwijgen, want ik wil dat ook gewoon niet weten. Like, what the fuck? Ineens zijn we weer in een random club beland. De arrogante bitch Amy steelt ineens een fles drank van 80 euro. Ze gooit daar zelf een shotje. Nico merkt het, want ze werkt daar. En ze zegt van, what the fuck Amy, wat doe jij nu? Amy probeert dat te fixen door naar de nachtwinkel te gaan, de goedkoopste fles drank te kopen, met het idee om dat in die fles van 80 euro te kappen. Uiteindelijk wordt ze betrapt door de manager, of ja, door gewoon Nico haar een baas. Nico wordt ontslagen. Onderweg komt Amy een paar 30-jarige vrouwen tegen die vragen of dat ze condooms willen kopen. Dat is ook de meest random activiteit voor een vrijgezellenfeest. Gewoon zwarthandel in condooms. Dan zijn we in een andere club aangekomen waar dat Lucas een beetje aan het praten en kloten is. Ineens komt Lucas de vrouw die gaat trouwen tegen. Die vraagt hem of hij haar wil kussen. A.k.a. cheating before wedding. Noor krijgt ook een bericht van iemand op die sekssite die blijkbaar met haar wil videobellen. Zij wil die monies, dus zij gaat daar gewoon op in. Fucking slim ook gewoon. Subscribe voor deel 2.